Goedemorgen. Welkom bij de introductie tot East Focus webinar. Het is de eerste keer dat we deze in het Nederlands geven. We hebben die al een aantal keer in het Engels gegeven, dus we gaan ons best doen om dat ook zo goed mogelijk in het Nederlands te doen vandaag. Mijn collega Christophe zit in de chat, dus als jullie vragen hebben, mogen jullie altijd de vragen in de chat typen en dan kan hij deze ook beantwoorden. Dus een beetje meer over EASE. Wat is EASE? EASE staat voor Enhanced Acoustic Simulator for Engineers. Dat is eigenlijk een softwarepakket voor calculaties, akoestische calculaties te doen. In ons geval gebruiken we gedetailleerde luidsprekerdata om die metingen te doen. Die metingen worden gedaan voor de Audac-luidsprekers door IFAA. Dat is een onafhankelijk lab in Duitsland. Zij voeren eigenlijk de metingen uit. En de gemeten luidsprekerdata, dat wordt opgeslagen in GLL-files. GLL-files staat voor Generic Loudspeaker Library. Een beetje meer over een GLL-file. Een GLL-file is eigenlijk het meest realistische en meest extensieve formaat voor luidsprekerdata. Dat omvat niet alleen de specificaties van de luidspreker, zoals de dimensies en een simpele 3D-plot, maar ook alle gemeten luidsprekerdata en de licenties. Licenties dan voor East Address of East Focus, die kunnen mee in het GLL-bestand zitten. Zoals ik al zei, de GLL-bestanden zijn gemeten door een onafhankelijk lab in Duitsland, namelijk IFAA. En Audac heeft de laatste tijd redelijk wat geïnvesteerd in East Address en voornamelijk in East Focus licenties, die nu gratis ter beschikking worden gesteld voor jullie. Dus dat is ook altijd mooi meegenomen. Als jullie GLL-bestanden, dus GLL-bestanden zijn gecompileerde bestanden. Als jullie een GLL-bestanden willen openen, kunnen jullie de GLL-viewer downloaden. Dat is een gratis toeltje dat je op de website van AFMG, dus van de makers van EASE, kunt downloaden. En met dat toeltje kun je GLL-bestanden bekijken. Je kunt dan ook een ballondiagram van de luidspreker berekenen. Of je kunt een formatiegelijkgevoeligheid, je geluidsdrukniveau, je polar diagrams en andere kunnen jullie allemaal bekijken in de GLL-file. In de GLL-viewer, beter gezegd. Dan een beetje over de EASE-versies. Er zijn redelijk wat EASE-versies. Waar wij ons nu vandaag gaan op focussen is EASE Focus. Maar het belangrijkste of het meest uitgebreide pakket is eigenlijk de EASE The Full Version, de volledige versie. Dat is een betalend pakket, dat is vrij duur. En dat is eigenlijk voor uitgebreide berekeningen. En dat wordt vaak gebruikt door ingenieursbureaus. Onze Audac GLL-bestanden kunnen voor alle toepassingen gebruikt worden. En wat je met de volledige EASE-versie kan doen, is je kan een volledige 3D-simulatie doen met de volledige akoestische parameters, maar ook met houdt ook rekening met alle muren en alles wat er rondom of wat er in de ruimte zich bevindt. Dus dat is echt volledig 3D. Dan hebben we EASE-EVAC. EASE-EVAC is eigenlijk een akoestisch simulatieprogramma voor evacuatiesystemen. Ook dat is een betalende software. Als jullie dat willen gebruiken, kunnen jullie dat zelf aankopen bij FMG. En ook onze Audac GLL-bestanden kunnen daarvoor gebruikt worden. Dan zijn er eigenlijk de twee tools waar Audac vredelijk wat geld in geïnvesteerd heeft. Dat is namelijk East Address en East Focus. East Address is een tool om 2D-simulaties te doen. De 2D-simulaties, dus enkel een topview, waar je dan de luidsprekers, voornamelijk plafondluidsprekers, kan op intekenen. En hij berekent dan automatisch de sound pressure levels. En je kunt ook automatisch een opstelling, of de automatische arrangement, dat de speakers binnen uw grondplan automatisch worden ingetekend. Wat ook mogelijk is met East Address, is dat de power tappings van de speakers kunnen worden aangepast. Dus voor 70 en 100 volt systemen is dat zeker wel interessant. Zowel bij East Address als bij East Focus betaalt Audac een license fee per speaker, zodat jullie deze gratis kunnen gebruiken. Dan een beetje meer over East Focus. East Focus is eigenlijk voor
2D/3D-weergaves, voornamelijk eigenlijk het 3D in de zin van je hebt een topview en een sideview. En dat wordt vaak gebruikt voor line arrays, subarrays, column en conventionele luidsprekers. Het is eigenlijk geen echte 3D, maar eerder een bovenaanzicht en een zijaanzicht dat kan gerenderd worden. Dan IsAddress. Hier zien we gaan ons rap even IsAddress bekijken wat daarmee mogelijk is. Heel basic, heel beknopt. Omdat de presentatie vandaag vooral gefocust is op IsFocus. IsAddress is eigenlijk een heel basis tool. Zoals je kan zien, je kan luidsprekers toevoegen. Je kan een layout typen dat deze automatisch gaat arrangen. En dan kan je ze in een square opstelling of in een hexagonale opstelling doen. Zoals je hier kan zien op de foto. Dan nog wat meer over IsAddress. Ja, het is een 2D-tool voor akoestische simulaties. Wij gebruiken het voornamelijk voor plafondluidsprekers en enkel directe SPL is mogelijk. Dus er wordt geen rekening gehouden met reflecties of de akoestiek van de ruimte. En IsAddress is eigenlijk de meest eenvoudige software van het IS-gamma. Met IsAddress kan je eigenlijk vrij rap overweg. Hier heb ik bijvoorbeeld een voorbeeldje van een IsAddress project. Dat is een vierkante ruimte waar dan 9 ATO2's ingetekend zijn. En zoals je kan zien, kan je de geluidsdrukniveaus op de map zien, maar ook in een distribution graph daaronder. Ja, wat dat doet is, hij gaat eigenlijk automatisch een arrangement maken van je luidsprekers binnen de ruimte. En ja, dat werkt eigenlijk vrij simpel. Dan gaan we ons nu eigenlijk voornamelijk focussen op IsFocus. Zoals je hier kan zien, dat is bijvoorbeeld een heel simpel IsFocus project met 2 luidsprekers ingetekend. Wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben voor IsFocus een 7-step guide gemaakt, een 7-stappenplan voor hoe je tot een IsFocus project komt. Een beetje meer over IsFocus. IsFocus is gratis voor jullie en het is een 2D-3D simulatietool gebaseerd op de IsEngines van het volledige IsPakket. En daardoor heb je een bovenaanzicht en een zijaanzicht en je kan eigenlijk ruimtes, areas intekenen in IsFocus waar dat dan de levels voor worden berekend. Het is eigenlijk oorspronkelijk ontstaan voor voornamelijk line arrays en subarrays, maar tegenwoordig wordt het ook meer en meer gebruikt voor conventionele luidsprekers en voor columnsprekers. Ook kan je gedetailleerde analyses maken van de geluidsdekking, gebaseerd op punten in de ruimte. Dus je kan punten in de ruimte zetten en voor die punten krijg je dan een time response en een frequency response. Als jullie IsFocus willen downloaden, jullie kunnen gewoon naar audac.eu gaan. Daar is onder software ondertussen een tab aangemaakt met een link naar IsFocus. En daar vinden jullie alle informatie over IsFocus. Dus daar staat ook deze presentatie, het Audac demo-project wat we gemaakt hebben. En de IsFocus installer, dus eigenlijk alles wat jullie nodig hebben om met IsFocus te starten. Dan het 7-stappenplan wat we hebben gemaakt. Uiteindelijk gaan we tot een resultaat komen wat dat je hier ziet. Dat is eigenlijk het demo-project wat dat jullie ook kunnen downloaden van de website en dat jullie kunnen gebruiken en waar dat jullie mee kunnen experimenteren. En wat het doel eigenlijk is van dat 7-stappenplan is uiteindelijk om tot een document te komen wat dat jullie kunnen gebruiken om klanten te overtuigen. Dus we zullen maar beginnen met stap 1. De eerste stap is eigenlijk alle vereisten oplijsten die je nodig hebt om tot een succesvol project te komen. Namelijk de ruimteindelingen, de afmetingen van de ruimtes. Dan de volgende stap zou eigenlijk zijn welke geluidsniveaus zijn vereist. Voor achtergrondmuziek raden we eigenlijk aan rond de 85 dB of minder. Globaal genomen wordt altijd gezegd 5 tot 10 dB boven het achtergrondniveau. Of het achtergrondgeluid. Dan voor foreground music areas, dus waar dat de muziek wel wat meer present mag zijn, raden we aan tussen 85 en 95 dB. En dan voor club areas, party areas, concert areas, raden we aan tussen 95 en de 100 dB. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk het budget.
In het algemeen, voor veel van onze toepassingen, is het zo dat hoe meer luidsprekers je toevoegt, hoe lager de niveaus per luidspreker zijn en hoe gelijkmatiger het geluid verspreidt. Dus dat is vooral belangrijk voor restaurants en zo, en voor achtergrondmuziek. Dan, eens dat je alle vereisten hebt opgelijst, is het de bedoeling van al je specificaties in je project in te stellen. Het is belangrijk dat je die zaken invult, omdat die ook nadien, als er een PDF wordt gerenderd, staat al die informatie daarmee in. Dus je projecttitel, bijvoorbeeld het restaurant, de naam van de persoon die het heeft ingevuld, het bedrijf, je kan notities maken. En dan daaronder komen tot de eerste instellingen voor de temperatuur, de luchtdruk en de vochtigheidsniveau. Deze settings worden gebruikt bij de calculaties die IJs doet. Dus het is altijd belangrijk om dat toch wel correct in te vullen. Voor binnen areas is 20 graden perfect en kan je dat gerust op standaard laten staan. Voor outdoor zaken of voor zaken in andere regio's is het wel altijd handig om dit aan te passen. Eens dat je die informatie allemaal hebt ingevoegd, komen tot de project settings. Dat kan je doen door op de project settings knop te duwen en dan komen dat menu. En wat we daar kunnen doen, is daar kunnen we eigenlijk alle settings toevoegen die nodig zijn om het luisterniveau op welke hoogte dat we zitten. Dus je kan binnen IJs 3 hoogtes invullen voor zittende personen, voor staande personen of een custom hoogte voor bepaalde zaken. Ik heb dat nu standaard laten staan, 1,20 meter voor iemand die zit, 1,70 meter voor mensen die staan. En custom, ja, dat kunnen jullie zelf kiezen. Afhankelijk van de regio kunnen we dat aanpassen naar een hoger of een lager getal. Eens dat we dat gedaan hebben, kunnen we ook de hoogte. Dus je kan hoogtelimits instellen voor je geluidsbronnen die je toevoegt. Wij zeggen altijd om de upper height limit, dus je hoogtelimiet aan de bovenkant, zetten op de hoogte van je plafond. Dat de speakers nooit boven je plafondhoogte komen, natuurlijk. In dit geval is dat nu 3,50 meter. Dus als je nu speakers gaat toevoegen en ze zouden boven de 3,50 meter staan, dan gaat IJs Focus je een melding geven dat je speakers te hoog staan en dat dat niet kan. Eens dat dat gebeurd is, zullen we eigenlijk de ruimtes intekenen. Het nadeel van IJs Focus en van IJs Address is natuurlijk, ten opzichte van het volledige IJs pakket, is dat je per ruimte een apart project gaat moeten tekenen, omdat hij geen rekening houdt met muren. En dat is iets waar dan wel zeker rekening mee moet gehouden worden. Dus voor elk project, of voor elke ruimte een afzonderlijk project. Tekeningen kunnen ook gemaakt worden op basis van een plattegrond die je kan importeren. De plattegrond die je kan importeren, dat is eigenlijk gewoon een PNG of een bitmap-bestand of een JPEG-bestand dat op de achtergrond geplaatst wordt. En daarop kan je dan tekeningen maken. Elk project kan dan worden onderverdeeld in zones. En die zones kunnen ook nog eens opgedeeld worden in verschillende areas. De areas kunnen ook gegroepeerd worden. Zoals je kan zien hier in het demoproject hebben we één zone gemaakt. En die zone hebben we opgedeeld in een bovenste area en een onderste area. Gewoon om ja, het een beetje te spreiden. Die areas, daar kunnen dan ook per area kunt je apart de zit kunt je instellen of het een seating area is of een standing area of een custom area. En dan houdt eigenlijk rekening met de hoogtes die we op voorhand hebben ingesteld, 1,20 meter, 1,70 meter of de custom hoogte die er nu ook op 1,20 meter stond. Eens dat je dat gedaan hebt, zoals hier, ik heb nu een grondplan van een restaurant toegevoegd. Ik heb één zone gemaakt voor dat restaurant en ik heb dat opgesplitst in twee areas. En de twee areas allebei zittend gemaakt. Ik ga zelfs nog even er verder op ingaan hoe dat je een grondplan toevoegt. Zoals Christophe ook al aanhaalt, voor de volledige IJs-versie kan je wel DWG-plannen invoegen. Alleen enkel bij IJs Focus kan dat niet. Daar kan je eigenlijk enkel een achtergrondafbeelding toevoegen. Ene keer dat je de tekening of dat je grondplan hebt gemaakt en je zones en je areas getekend hebt, kan je geluidsbronnen gaan toevoegen. Ik heb daar ook nog direct een nieuwtje. Sinds vandaag hebben we ook alle Bazo, de Bazo 10, 12, 15 en 18 en de Nova subwoofers
ook in Ease Focus. Dus die kunnen vanaf nu ook van de website gedownload worden en kunnen ook mee toegevoegd worden. In dit demo-project staat dat nog niet, maar we kunnen dat zeker daar ook een aantal subwoofertjes aan toevoegen, zodat dat ook wel interessant is. Zoals je kan zien, heb ik hier nu 11 luidsprekers ingetekend. Ik heb hier nu Ateo 4's gekozen in het restaurant, gewoon om voor de achtergrondmuziek. Alle luidsprekers die je intekent, kunnen zowel op de topview die je hier ziet aangepast worden, als ook in de sideview. Of je kan gewoon aan de zijkant van je Ease Focus softwarepakket gewoon de hoogtes en de angles en alles instellen. De gain, de delay en de polarity van je luidsprekers kunnen ook aangepast worden. En de luidsprekers kunnen gegroepeerd worden. Hier in dit voorbeeld zie je 11 luidsprekers, 11 Ateo 4's en ja, dat is eigenlijk wel een goede setup voor achtergrondmuziek. Eén keer dat je de sources hebt toegevoegd, is het de bedoeling dat je de show mapping start, dus dat je eigenlijk de rendering begint van je project. Eén, de show mapping is een knop linksbovenaan. Als je daarop klikt, start hij eigenlijk met het berekenen van de geluidsniveaus. Er zijn twee mogelijkheden. Dat is Direct SPL Z of Direct SPL A-weighted. Dat zijn de twee keuzes. Wat je ook kan doen, is je kan kiezen voor een breedbandig frequentiebereik of je kan bepaalde octaves definiëren. Dus als je bijvoorbeeld 2,5 kHz wil enkel daar rond, dan kan je dat instellen, maar meestal gebruiken we dat breedbandig. Dus. En dan kan je ook bepaalde, bijvoorbeeld als je nu een audiobron, de bovenste rij speakers gegroepeerd hebt, kan je die enablen en disablen als je nu enkel de onderste speakers wil zien, om te kijken hoe zich de bovenste rij gedraagt ten opzichte van de onderste bijvoorbeeld. Dan, zo, ja, dat is ook wel logisch, hoe meer luidsprekers je toevoegt, hoe langer het renderen duurt. Er kan ook gekozen worden op welk niveau of welke kwaliteit van rendering dat er gebeurt. Dat gaat van low, medium tot highest versie. Dan kan het wel langer duren, zeker als je verschillende redelijk wat luidsprekers hebt toegevoegd en ook de subwoofer, met subwoofers werkt en zo. Wat ook mogelijk is met Ease Focus is subwoofer arrays maken. Daar hebben wij nu nog geen GLL-files van, maar je kan dus voorgeconfigureerde subwoofer arrays toevoegen, zodat dat vrij gemaakt. Maar dat kan ook manueel gedaan worden door gewoon de speakers, bijvoorbeeld 3 subwoofers te nemen, eentje daarvan te draaien, de polariteit om te schakelen, wat delay toe te voegen. Zo kan je ook al subwoofer arrays maken. Wat ook belangrijk is, eens dat je klaar bent met tekenen, zou ik pas de show mapping starten. Want als je nog aan het tekenen bent en de show mapping staat op, zodra dat je een wijziging toe doet aan je tekening, gaat hij automatisch beginnen calculeren opnieuw. En dat zorgt toch wel voor problemen. Allee, dat werkt gewoon niet zo gemakkelijk. Dan, de volgende stap zou eigenlijk zijn van ontvangers toe te voegen, receivers. Wat wil dat zeggen? Dat zijn punten op de kaart of op je tekening die een bepaalde luisteraar representeren. Dus gebaseerd op de ooghoogte en op de area, dus bijvoorbeeld nummer 1 zit op een bepaalde positie. Voor die area hebben we de ooghoogte op 1,20 meter ingesteld, dus gaat hij dat berekenen op 1,20 meter gebaseerd op die speaker. Je kunt het voor eigenlijk, het is een representatief punt op de kaart, op uw tekening. En voor die punten kan je dan een gedetailleerde akoestische analyse krijgen met de frequency response en de time response. Bijvoorbeeld hier heb ik nu 4 receivers toegevoegd, zoals je kan zien. En dan per receiver zie je een lijn van onderop de tekening en kan je zien hoe de verschillen zijn in geluidsniveau. Dat wijkt hier nu niet zo heel veel af, maar bij grotere systemen kan dat toch wel wat. Is het wel interessant om luisteraars toe te voegen om te zien hoe het zich gedraagt. Eens dat je dat gedaan hebt en dus je ontvangers hebt toegevoegd, zijn we eigenlijk klaar. Dan kunnen we de show mapping opnieuw starten en gaat hij opnieuw alles berekenen. En dan is de volgende stap eigenlijk alleen nog een rapport creëren. Er is een knop, Create Report. Als je daarop klikt, gaat hij eigenlijk een PDF maken of een RTF-bestand. En daar zit eigenlijk alles in wat je in je project hebt opgeleid. De volledige projectinformatie met naam, titel, author, welke waarden dat je hebt gebruikt,
pressure, humidity, de mapping, is het breedbandig of is het enkel een bepaalde frequency range? En dat is eigenlijk een, wat er ook in staat, zijn al uw renders van uw geluidsdruksniveau, zowel op de top view als op de side view. Al uw geluidsbronnen zitten er ook in. Dus hier zie je nu luidspreker 1 tot en met 11. En voor alle luidsprekers krijg je een gedetailleerde lijst van hoe je ze moet positioneren. Dus met de pan- en tilt-angles, op welke locatie van je kaart dat ze staan. En je krijgt ook een distributiegrafiek van hoeveel procent van de ruimte met welk SPL-niveau bedekt is. De zones, ontvangers en het zijaanzicht kunnen enabled en disabled worden. Dus op een bepaald moment, als je bijvoorbeeld de ontvangers nu niet wilt mee in het project, kan je die gewoon disablen en dan zal hij die ook niet meenemen. En dit is eigenlijk een tool, als je een keer dat rapport gemaakt hebt, kan je eigenlijk dat meenemen naar je klant om ze toch wel een beetje te imponeren met een volledig gedetailleerd rapport eigenlijk van hun project. Dit is het eigenlijk voor de 7-step guide. Nu gaan we nog even naar het importeren van plattegronden. Dus een plattegrond kan geïmporteerd worden als een achtergrondafbeelding. Daarvoor kan je PNG, JPEGs, bitmaps en GIFs gebruiken. En wat er eigenlijk belangrijk is, omdat East Focus ook op met coördinaten werkt, is het belangrijk dat de coördinaten ook kloppen met de schaal van je tekening. En om dit te doen, moeten wij de tekening, de schaal, aanpassen aan het project. Hiervoor moeten we eigenlijk werken met een referentieobject. Bijvoorbeeld een deur of een raam is altijd een goed referentieobject, omdat je daarmee weet wat de grootte is van die deur of van het raam. En daardoor wordt de tekening geschaald op de grid in East Focus waar dat je op tekent. Hoe dat je dat doet is, er zijn twee punten, de A en de B. Je kan de wijzer A verplaatsen naar de linkerkant van het raam. Dan wijzer B naar de rechterkant van je raam. Je ziet ook een gezoomde versie, juist onder de browse-knop heb je, dat is eigenlijk een zoomview van je punt A en B. Ik weet nu dat dat 1,50 meter is tussen de breedte van het raam. En dan geef ik eigenlijk bij line length in dat het raam 1,50 meter is. Door dat te doen en je raam in te tekenen op je kaart, weten we eigenlijk dat gaat eigenlijk je project of je achtergrondafbeelding schalen, zodat dat klopt met het raster dat je gebruikt om in te tekenen. Eens dat je dat gedaan hebt, gewoon op OK klikken en dan zal je merken dat je schaal van je grid, waar dat je op tekent, klopt met de schaal van de tekening. Dus dit is het eigenlijk, dit is vrij simpel om plattegronden te importeren. Dan nog een paar East Focus tips en tricks. Het is altijd wat belangrijk is om toch regelmatig in de opties wat dingen te wijzigen. Dat kan gewoon door F9 te duwen op je toetsenbord. Als je daarop duwt, kom je in de optiemenu. Zoals je kan zien, kan je de renderingresolutie instellen. Dat heet eigenlijk Mapping Resolution. Op dit moment staat die ingesteld op High. Maar als je nu tussendoor rap eens een calculatie wilt maken, maar nog niet definitief, kan je dat bijvoorbeeld op Medium zetten en dan zo de mappings doen, of je renderings doen, en dan op het einde van het project zet je gewoon terug op High. En doet dan de calculatie voor het gefinaliseerde rapport eigenlijk. Dan is er ook nog een verschil tussen de standaard en de uitgebreide modus. De standaard modus die gebruik ik eigenlijk nooit. Het is altijd fijn om in de uitgebreide modus te werken. Wat zijn de extra's in de uitgebreide modus? Dan heb je een globale filter, dus je kan je ingangsniveau aanpassen. Dus je kan eigenlijk een filter zetten door bepaalde frequenties te boosten of te laten zakken voor het volledige project, waar dat hij dan ook rekening mee houdt in de calculaties. Je kan dat ook doen voor een specifieke geluidsbron, voor bijvoorbeeld een subwoofer die je ingetekend hebt in de ruimte, wilt je een bepaalde frequency boosten of naar beneden trekken, dan kan je dat ook doen met een filter. Die filters zijn alleen maar mogelijk in de uitgebreide modus. En ook de time response is er enkel in de extended mode. Dan wat nog belangrijk, wat ook wel interessant is, dat je een fixed mapping color zet. Dus dat de kleuren die je gebruikt als hij aan het renderen is, dat die vast zijn. Nu schaalt hij dat automatisch. Dus zodra je meer luidsprekers toevoegt en het geluidsniveau hoger wordt, gaat hij de kleuren van uw schaal aanpassen naar het luidste niveau om altijd het volledige bereik te hebben. Wil je nu altijd met dezelfde kleuren werken, kan je dat bijvoorbeeld instellen van 75 tot
dB tot 110 dB SPL. En dan gaat hij die kleuren altijd vastzetten. Dat kan je doen onder het tapje Mapping Colors bij de opties. Wat ook interessant is, is om de rastergrootte vast te zetten. Als je binnen Ease Focus in- en uitzoomt, gaat eigenlijk het project of je raster schalen. Maar je kan dat ook vastzetten. Dus bijvoorbeeld als je nu altijd je raster op 1 meter hebt, kan je dat ook wijzigen bij Grid en Snap in je Options menu. Kan je eigenlijk het grid vastzetten, je raster vastzetten op 1 meter. En dan gaat ongeacht je zoomniveau altijd het raster 1 meter zijn. Dan wat ook altijd interessant is, je kan eigenlijk meten tussen bepaalde punten in Ease Focus. En de metingen zijn dan ook in meters en of in milliseconden. Dat is ook wel interessant, zeker voor delays, te kunnen instellen dat je weet wat de afstand is in meter en dat hij die ook direct weergeeft in milliseconden. Hoe doe je dat? Gewoon door shift in te houden en van één punt naar een ander punt te dragen. Dan gaat hij eigenlijk een meting doen en dan zie je direct tussen die twee punten wat de delay, wat de milliseconden zijn of wat de afstand in meters is. En dan nog een laatste puntje, wat ook vaak gebruikt wordt, is eigenlijk de scale-to-fit-icoontje. Dat zie je daaronder, je hebt de zoom plus, de zoom min, en daartussen heb je eigenlijk scale-to-fit. Wat dat eigenlijk doet, is dat zorgt ervoor dat je tekening mooi uitgelijnd wordt en mooi ingezoomd wordt, dat je een duidelijk overzicht hebt van je tekening. Dit was het nu voor de presentatie. Ik ga nu nog rap in Ease Focus. Als er vragen zijn over Ease Focus, mag je die gerust stellen. Ik zal die Ease Focus tips en tricks ook even tonen, de zaken die we nu gedaan hebben, zodat jullie ook even kunnen kijken wat er gebeurt. Dus ik zal ook nog eens een geluidsbron toevoegen. Dat kan altijd interessant zijn. Zoals je ziet, dat is nu het demoproject wat we gemaakt hebben. Dit is de Scale to Fit knop. Dat is wel praktisch. Als je daarop knikt, gaat hij automatisch mooie project uitlijnen. Dat gebruik ik wel vrij veel als ik ergens ingezoomd ben. Gewoon er even op klikken en je krijgt weer een mooi overzicht van je project. Als we nu F9 duwen, geraken we in de opties menu. Zoals ik al zei, onder Environment kan je dan de Mode Extended. We zitten nu in de extended mode en je ziet hier frequency, time response en filter en global filter. Als ik nu naar standaard zou gaan, ga je zien dat er een heel deel wegvalt. Dat de filters wegvallen en dat de time response wegvalt. Ik ga dat nu even terugzetten. En dan ga ik even naar de filters. Zoals ik zei, je kan een globaal filter instellen. Als je bepaalde frequencies wilt boosten, kan dat. Bijvoorbeeld, ik kan hier nu een bepaalde frequentie waar dat hij rekening mee houdt boosten in mijn project. Om dat terug te disablen, kan je gewoon rechtermuisknop beneden op dat lijstje duwen en dan gaat hij ze terug disablen per frequentieband. Dan, zoals je kan zien, ik heb hier nu 11 luidsprekers toegevoegd. Ik zal nog eens een subwoofer toevoegen. Dus wat je doet, is je klikt rechtermuisknop ergens op je map. En dan staat er Add Sound Source. Door daarop te klikken kom je eigenlijk in dit scherm. En daar staan nu alle speakers. Ik zou bijvoorbeeld eens een Basel 10, een subwoofer kunnen toevoegen die we nu recentelijk hebben. En zoals je kan zien heeft hij de schaal nu ook aangepast gebaseerd op de luidspreker. Op het luidste volume eigenlijk. Dan, om luidsprekers te editen, kan dat op 3 manieren. Dus je kan hier op je topview de positie of de richting waarin de luidspreker straalt wijzigen. Je kan dat hier beneden ook in de sideview doen. Dus als ik nu deze luidspreker selecteer, deze staat hier, dan kan ik deze ook wijzigen in de sideview. Dus ik kan hem bijvoorbeeld naar onder richten. De derde optie is eigenlijk gewoon aan de zijkant
kan je dat ook doen door de x, y en de z-parameters aan te passen. Z is de hoogte, x en y is, is de positie op je kaart, op je topview. En dan hier kan je eigenlijk de angles ook aanpassen. Voor als ik nu zeg, ik wil deze op min 12, dan gaat hij deze nog een beetje tilten. En dan rechts zie je ook altijd hoe dat de luidspreker op dit moment getilt is. Dus als ik nu zou aanpassen naar min 30 bijvoorbeeld, ga je zien dat hij nog meer gaat tilten naar beneden. De luidspreker staat op dit moment op een hoogte van 2,07 meter. Dus als ik dit nu ook naar 2,5 zou brengen, dan staat hij eigenlijk gelijk met de rest. Dus dat is een beetje hoe je luidsprekers kan editen en kan toevoegen. Voor areas en rooms. Dus ik heb nu één ruimte, daar heb ik één zone ingetekend en twee areas. Als ik nu hierop zou klikken, dan ga je zien dat ik één restaurantzone heb gemaakt. En binnen die restaurantzone kan je door add area te klikken verschillende areas toevoegen. Op dit moment heb ik er twee seating areas gemaakt. Dat is de eerste, dat is de tweede die je hier ziet. En voor deze areas kan je dan instellen of het zit, staand of die custom is die we in het begin van ons project hebben ingesteld. Wat ook interessant is, is bijvoorbeeld als je nu hier gaat kijken en we hebben een gewone filter, gaat hij zeggen no sound sources selected. Dus zodra dat je nu op een speaker klikt, kan je voor die specifieke speaker de filter ook nog eens aanpassen. Dit kan soms handig zijn. Zoals je kan zien, staan mijn mapping colors fixed van 75 tot 100 dB. Als ik dit nu zou... Dat zijn die kleuren die je hier aan de zijkant ziet. Je ziet hier 75 is het laagste, 100 is het hoogste. Als ik daar nu automatic scale terug zou aanzetten, dan ga je zien dat hem die schaal eigenlijk aanpast naar 106 tot 90. Zou ik die subwoofer nu verwijderen, omdat de subwoofer het hoogste geluidsdrukniveau heeft, dan ga je zien dat hem die schaal ook terug aanpast en dat dynamisch doet gebaseerd op het aantal luidsprekers en op het geluidsniveau. Nu zie je dat dat terug maar 92 is. Dit is het eigenlijk zowel voor Ease Focus. Dit is een eerste introductie in Ease Focus. De Basel subwoofers staan op dit moment nog niet en de Nova staan op dit moment nog niet op de website, maar dat gaat zeker later vandaag gebeuren. En ze gaan ook worden toegevoegd aan de Ease Focus installer, waar dan ook de Basel en alle Audac GLL files zijn toegevoegd. Wat ook nog wel interessant is, is onder Manage System Definitions kan je zien welke speakers dat er allemaal zijn toegevoegd. Op dit moment hebben we 9 tabs met alle speakers. En als je er nog extra wil toevoegen, kan je gewoon via File, Import System Definition File. Zoals je kan zien hier heb ik juist deze middag alle Basel speakers toegevoegd. Je kan gewoon klikken, een aantal selecteren en openen zeggen. En hij gaat ze importeren. Hij gaat dat nu niet doen natuurlijk, omdat ik deze al geïmporteerd heb. Zo, dit was het voor de Ease Focus webinar. Als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust en dan kunnen we gerust nog eens dieper ingaan op het Ease Focus project.